Weet je, en hij was zeg maar, nou, voor de duivel niet meer. En dat had ik toen wel hoor, dat ik dacht, Hans, het zal jou toch niet zijn overkomen. Waarom was je nou weggerend, weet je? Ja, hij had gewoon geen kans meer. Het was zo heftig. Hij is gewoon, ja, zeg maar, verzwolgen door die vuurzee. Mensen zijn in paniek. Mensen lopen met wonden, met glasscherven. En noem het allemaal. Het is hier echt, ja, ik wil niet overdrijven, maar het is echt één groot oorlogsgebied lijkt wel. Het is hier vreselijk. Met dit cameraatje filmde mijn collega Danny de Vries op 13 mei 2000 in Enschede. Hij was bij een brand bij een vuurwerkfabriek. Maar wat begon als een gewone brand, eindigde in een totale catastrofe. Een complete woonwijk werd weggevaagd, bijna 1000 mensen raakten gewond en 23 mensen kwamen om het leven, onder wie 4 brandweermannen. Is dit dan weer brandweer? Ik heb wel zoveel, maar... Hans was altijd een man van woord en daad. Weet je, en hij was zeg maar... Nou, voor de duivel niet meer. Want nee, hem zou niks overkomen. En dat had ik toen wel hoor. Dat ik dacht, Hans, het zal jou toch niet zijn overkomen. Waarom was je nou weggerend, weet je? Maar ja, hij had gewoon geen kans meer. Het was zo heftig. Hij is gewoon... Ja, zeg maar, verzwolgen door die vuurzee. Dit was uiteindelijk waar die grote explosie was, hè? Ja. En waar gewoon een hele grote krater is geslagen. En als je hier als niet vermoedende bezoeker rondloopt, dan valt het je misschien niet eens heel erg op. Maar dat het, als je wilt herdenken dat het hier zo'n mooie plek is, ja. Dat vind ik heel mooi. Ja. Als je hier rechtop vooruit ziet, kijk, daar zie je een huis. En dat was ongeveer de plek waar mijn huis toen stond. Ja. Dus ik kon nog precies zien waar de oprit was en waar de deur had moeten zijn, zeg maar. En verder was het puin wat je aantrof. Je had op dat moment niks meer? Nee. Dus mijn foto's en mijn dagboeken en mijn uitzet die ik had gespaard, alles was weg. Ja. We vonden allemaal gekke dingen terug, dat je ineens toch een stukje van je douchegordijn terugvindt of een scherf van dit of van dat. Als dagen later alle branden zijn geblust en de rook is opgetrokken, is de schade in volle omvang zichtbaar. De brand bij vuurwerkfabriek SA Fireworks in Enschede heeft geleid tot een inferno. 23 mensen overleven de ramp niet, de ziekenhuizen puilen uit en de Enschedese wijk Roombeek is er niet meer. Maar als Hans op die zaterdagmiddag met zijn collega's naar de brand wordt gestuurd, lijkt er nog weinig aan de hand. Ja, dit is echt in een fractie van een seconde schijnbaar. Ja, waar is Hans dan niet meer? Als je zo kijkt, het ziet er zo gewoon uit. Hè? Gewoon, ja. Ze zijn daar gewoon zo aan het blussen, ja, en hij doet gewoon zijn werk. Ja, precies. Ja. Helemaal heel niks bijzonders, zeg maar. En dan komen de vragen los. Is er brand gesticht? Lag er wel gewoon vuurwerk of wat anders? En waarom stond die fabriek midden in zo'n volkswijk? Ja, ik heb heel veel vragen. Ik wist al vrij kort na de vuurwerkramp, ja, om het maar zo te zeggen, dat er gewoon dingen niet deugden. Dat de vergunningen niet in orde waren. En ach ja, er komt zoveel bij kijken. En ja, het is allemaal een beetje gedoogd en ach, nou ja. Ja, dat was ook misschien wel in die tijd, maar het is niet goed. Tientallen onderzoeken, rapporten, commissies, reconstructies en rechtszaken verder zijn er nog altijd meer vragen dan antwoorden. Nou ben je altijd aan het gissen als nabestaande en je weet gewoon dat het niet deugt. Als je bij een ramp alles bent kwijtgeraakt, heb je alleen de verhalen nog. In het Huis van Verhalen in Enschede kan je nog altijd terecht voor een luisterend oor. Om je verhaal te delen voor informatie en advies. Ik noem het zelf eigenlijk dat we een soort buurthuis 2.0 zijn, waar nog steeds aandacht is voor de vuurwerkramp. We hebben een hele kast vol met verhalen waar mensen ons verhalen hebben gebracht waarvan zij zeggen, vertel dat maar door aan bezoekers. Dus dat we het ook persoonlijk kunnen maken van wat verhalen liggen hier in de kast. Ja, ik vind het wel leuk om jullie het verhaal te vertellen van het oortje wat ik hier
al heel lang voordat ik hier ging werken heb gebracht. Maar het is een oortje van een kopje. En eigenlijk was de vriendin van mij die vond hem en die zei, hey, was dat niet van jouw nieuwe kopjes? Ik zei, ja. En toen zei ze, die pakte echt mijn hand vast. Ze zei, dit wil ik jou geven als symbool van al jouw vrienden en familie die een luisterend oor voor je heeft. Dus herinneren dat ook op die manier. Nou, en dat vind ik wel heel mooi. Dat past natuurlijk ook heel goed bij ons huis van verhalen. Dus dat ligt hier met mijn verhalen bij van toen. Maar wat ik ook een heel bijzonder verhaal vind, is hier in de la. Moet ik even kijken of ik de goede heb. En dat is dit bordje. Dat is hier gebracht door een politieman. En hij zei, eigenlijk zouden wij als politie nog steeds graag willen dat dit bordje zou kunnen praten. Want ook wij zitten nog steeds met vragen. Wekenlang is het rampgebied hermetisch afgesloten. Niemand mag erin. Bij de slachtoffers nemen angst, verdriet en frustratie alleen maar toe. Ook bij bewoner Frits Pril, die even wereldnieuws wordt met deze wanhoopsdaad. Wat wordt hier verzwegen? Kan je erin of niet? Is er stem? Hier wordt wat verzwegen! Kan je erin? Hier wordt wat, we hebben alles gezien! Ja. Alles plat! Ja. Ja. Alles plat! En dan denk ik, Frits, je had het al goed in de peiling. Er werd ook heel veel verzwegen. Want die onmacht die hij toen verwoordde en voelde, die is nog steeds bij jou. Ja, eigenlijk, ja, dat blijft. Dat blijft. Er zijn altijd momenten, dan doet het leven pijn. Ja.